Nou, het Nederlands pensioenstelsel eh, kan best wel wat modernisatie gebruiken, maar ik vind het toch wel heel erg dat we moeten uitkijken wat we gaan veranderen. Eh, we hebben een goed pensioenstelsel, eh, we hebben onze problemen, maar in vergelijking met het buitenland is het die veel beter geregeld dan eh, de rest van de wereld. En dan moet je wel heel erg voorzichtig zijn als je daar ingrijpende wijzigingen gaat doorvoeren. Dus ja, modernisering prima, maar we moeten het kind niet met het badwater weggooien. Nou ja, kijk, ik, ik, ik zie twee dingen. We hebben een, een, nogmaals een prachtig stelsel, maar het is eind jaren 50 uh, zo'n beetje neergezet, hè, toen ook de AOW werd ingevoerd. En toen gingen mensen werken tot 65, werkten dan, leefden dan nog een tijdje door en dan overleden ze. En veel mensen haalden die 65 niet eens. Nou, het is eigenlijk een wonder dat het stelsel nu, hè, nu, nu de levensverwachting zover is opgelopen, het nog steeds relatief goed doet. Hè, maar het is duidelijk wel dat er onderhoud nodig is. Het, het bizarre is dat. Als je Nederland vergelijkt met de rest van Europa, dat wij slechter op vergrijzing zijn voorbereid dan bijvoorbeeld landen als Italië of Portugal. Uh, niet omdat wij het hier niet goed geregeld hebben, maar we hebben het mooi geregeld, maar ons ambitieniveau ligt ook veel hoger dan in andere landen. En uiteindelijk gaat het erom of je die ambities kunt waarmaken. Ja, en dan kom je toch bij vragen van hoe ver moet je gaan met de solidariteit in je stelsel uh, en hoe ver moet je langer gaan doorwerken. En zelf denk ik dat langer doorwerken op afstand de belangrijkste modernisering moet zijn omdat uh, dat ten eerste de financiële draagbaar, ja, de draagbaarheid van het stelsel enorm versterkt. Maar ten tweede omdat werk en, en langer doorwerken ook goed is voor de geestelijke gezondheid. Ik denk dat het gewoon heel goed is, ook heel fijn is dat je langer kunt doorwerken. Dus dat moeten we sowieso uit de probleemsfeer halen. En dan heb je een, uh, al, denk ik, een heel groot stuk gedaan om het pensioen zo draag, draaglijker te maken, hè, duurzamer. Um, modernisering. Um, kijk, ik hoor stemmen opgaan om meer te individualiseren. Daar heb ik mijn aarzelingen omdat je, nou juist omdat we die, die solidariteit in het stelsel hebben, op macro-economisch niveau, best een vrij efficiënt stelsel hebben. He, dus daar, daar zou ik wat, wat aarzelend in zijn. Wat ik me wel kan voorstellen, is dat je op enig moment zegt: van nou ja, uh, je zet een grens aan het maximale pensioen. wat je uh, collectief op deze wijze organiseert. Dan is ook iedereen die uh, er niet mee bezig wil zijn of het uh, niet mee bezig kan zijn. He, er zijn toch vrij veel mensen die financieel niet zo sterk onderlegd zijn in dit land. Ja, die is dan gewoon gedekt door de collectiviteit, door de solidariteit. En dat je vanaf een bepaald niveau zegt van oké, okay, en de rest is dan inderdaad wat je individueel regelt. En dan kun je bijvoorbeeld ook een veel grotere mobiliteit tussen fondsen gaan organiseren. Ook concurrentie tussen pensioenfondsen. Dan krijg je waarschijnlijk een nog beter stelsel. Lex Hoogduin heeft een uh, voorstel gedaan om uh, mensen ook voor een rendement te laten kiezen. En daarmee een bepaald risico. Ja, daar heb ik dus mijn aarzelingen. Eh, omdat eh, nou de ervaring met bijvoorbeeld spannende verzekeringsproducten, spannende banken die we in dit land hebben gehad en die de krant hebben gehaald en nu niet meer zijn, dat is dat, dat mensen dan gewoon een beetje verblind door, door de hogere rendementen de risico's niet meer zien. En eh, de AFM waarschuwt nu juist vaak dat heel veel mensen toch uiteindelijk daar veel verkeerde keuzes maken, omdat ze eh, nou ja goed, financieel niet goed genoeg onderlegd zijn. Nou, dat kun je natuurlijk voor een deel regelen met onderwijs, maar uh, misschien is het ook een beetje de menselijke aard. Uh, ik denk dat nogal wat mensen rondlopen die zich niet realiseren dat een hoger rendement per definitie ook een hoger risico betekent. Uh, en wat doe je dan aan het eind van de rit als mensen dan met pensioen gaan en ze hebben het hoger rendement gekozen, maar het is misgegaan, dus uh, ze krijgen minder dan gehoopt? Gaan we dan weer sociale vangnetten voor mensen met een te laag pensioen inrichten? Of zeggen we dan: van ja, dit is je vrije keus geweest, trek de consequenties. Ik heb daar dus nogal aarzeling. Hè. Vandaar mijn voorkeur om, in ieder geval, voor de grote massa, tot, tot een, een duidelijk goed welvaartsniveau, een, een zo welvaartsvast mogelijk pensioen neer te zetten. En dan die vrije keuzeelementen daarboven. En dan kunnen mensen zelf de keuzes maken, maar ook zelf de risico's dragen.